Dus ja, nu was het tijd om te gaan beginnen, om het echt te gaan draaien. Ja, dat is spannend, want je werkt er met z'n allen naartoe. En het eerste wat ik eigenlijk, wat we allemaal al wisten een beetje, is van oké, de eerste dag kom je samen en het wordt chaotisch. Want het is, mensen kennen elkaar nog niet en je moet elkaar een beetje leren kennen. Voor ons ook, alles is nieuw. Iedereen heeft een andere werkwijze. Iedereen moet aan elkaar wennen en dat merk je wel de eerste dag. Eerste dag, jongen. Dus ja, vandaag hebben we de eerste shoot. Ik ben heel erg gespannen. Nee, valt wel mee. Ik heb er heel veel zin in. Ik weet niet, weet je. Je hebt er wel fucking veel zin in. Van de andere kant is het ook heel spannend of zo. Het is meer van, oké, weet je, ik wil beginnen. Ja, dat is het eigenlijk. Ik wil gaan beginnen. Voor ons, als zijn de twee dudes die eigenlijk altijd alles een beetje zelf doen. Zelf bepalen, zelf regisseren, zelf regelen. Nu hadden we een opnameleider. En dat is dus iemand die heel belangrijk is op de set. Die ervoor zorgt dat... Jimmy, ja. De opnameleider moet af en toe een soort van politieagent zijn op de set. Actie! Volgende keer sla ik een kapot, Nick. Ja. Eerst posities. Hij moet mensen erop wijzen van, oké, er wordt nou te veel lol gemaakt. En let's get back to work. Of we hebben een uur uitloop, laten we dat weer gaan inhalen. Hij is continu van de tijd, weet je wel. Van oké, wat gaan we doen? Daar hebben we het van tevoren al gehad. We gaan dit en dat doen. Oké, ja, we gaan nu draaien. Dat is goed. Oké, is alles klaar? Ja, oké, let's go. Oké, ja, nog een keer. En we willen nog een shot. Ja, nee, dit is de laatste shot, hè. Want we kunnen niet verder. Oké, jij bepaalt dus of we verder of niet gaan. Wij zijn toch, maar tegelijkertijd heeft hij ook gelijk. Het kan heel stressvol zijn. Want dan komt Jimmy en dan zegt hij, ja, moet ik gaan beginnen, hè. Whatever. Dat is een filmmaker's life, right? Dus dat is het samenspel continu. En dat is heel erg wennen. Maar uiteindelijk merk je wel gewoon dat zo iemand heel erg belangrijk is op de set. Before you stand up. So you're not gonna stand up. Okay. Dus dat was. Dus zo begint dan zijn eerste dag. En dan is het altijd al hopen dat je toch zoveel mogelijk dingen er goed op krijgt. Dus ik denk, we lopen een klein beetje uit vandaag, maar op zich best wel. Oké. Ja, productie. Productie is natuurlijk, snap je. Wij produceren natuurlijk de film tegelijkertijd ook zelf. Alleen dat kunnen we gewoon niet in ons eentje. Dat is gewoon zo'n stressvolle taak. Je moet ervoor zorgen dat, in het geval van Scars was dat Lianne. Zij moesten ervoor zorgen dat iedereen, snap je, op tijd wist waar ze moesten zijn. Wie er allemaal kwamen. Met wie ze eventueel mee kunnen rijden. Hoe zit het met de openbaar vervoerkosten? Dat het eten er op tijd is, snap je, dat... Al die dingetjes, dat de figuranten er zijn, dat de cast er is, en dat is ontzettend veel werk. Dus wij liggen op het schema, het is om 1 uur aan de gang zijn. Half 1. Ja. 25 minuutjes. En dan moeten we gaan filmen. Ik denk dat zij naast ons misschien ook nog wel echt gewoon een van de personen is die het meeste tijd in deze film heeft gestoken. Ja. En vaak een taak, snap je, dat is vaak een taak die heel ondergewaardeerd wordt, maar ik ben heel blij met Lianne. En ook voor de acteurs ook heel uitdagend. Voor Denzel uiteindelijk ook. De eerste scène die we gingen doen, hadden we misschien niet meteen als eerst moeten doen. My mom. I'm gonna get her out of trouble. Away from a sick man. I'm supposed to call my dad. Dat is meteen best wel een emotionele scène. We hadden wel gerepeteerd. Maar ja, hij kreeg in één keer ook alle spotlight. En ja, dat vond hij achteraf ook wel moeilijk. This is awkward. Whatever. Na een aantal dagen, dan leer je elkaar toch al beter kennen. En dan heb je echt het gevoel van, je hebt er met heel veel mensen heb je een band opgebouwd. En ja, dan wordt er echt met de grootste plezier wordt er gewerkt. En iedereen zijn werkwijze, snap je. Het loopt allemaal heel synchroon. Ook al heb je weer een uur uitloop of zo. Het komt allemaal gewoon heel mooi bij elkaar. Want het is niet het project zelf, maar met wie het allemaal doet. En ook de tijd zoals dit. En ja, alle leuke tijden die je samen hebt. En dat iedereen gewoon zijn passie in zijn eigen vak kan steken. Dat daar iets moois uitkomt. En daar wil ik op drinken. Cheers! Cheers! Ik vind het ook wel mooi dat we, snap je wel, de hele aparte, gave locaties hadden we. Ja, nou goed, kijk, het gaat over locaties. We hebben het nogmaals over dat we dus een film maken die een beetje in Amerika moet lijken. Dan ga je naar locaties die heel anders zijn dan standaard. En nou, dit is het perfecte voorbeeld. Daarbij Dano, dat is dus een huisje waar hij woonde, een soort van gekraakt heeft. En dat is één grote gekke random bende. Ja, ik had het gevoel dat ik een
op een soort van kindervakantieweek was, snap je, voor volwassenen. Maar dan komt iedereen daar op de set en iedereen kijkt zijn ogen uit van, yo, waar zijn we nou toch beland? Maar ja, goed, dit is wel... Hele mooie locatie. Ja. Ja. En ja, kijk, dan we hebben nog andere leuke locaties gehad. We hebben in een flat gefilmd. Ja. Ah ja. Laten we niet zeggen ghetto, maar een soort van ruige buurt. We gaan alleen dit stukje filmen en we gaan zo meteen kijken wie er even in beeld komen. Okay. Snap je, op wie moet je nou je wapen richten? En dan in één keer pak je die controle terug door in één keer bam. Ja? Ja, ja. Dit is filmmaken, weet je. Dit is gewoon fucking vet. En als dit gewoon lukt, dan nou ja, dat is gewoon het allervetste voor de rest. Hey Sven, je ziet die frustratie ook. Ja, even kijken. En we hebben in een slachthuisje gefilmd van Jos Maas. Vandaag is een lekker rustig dagje. Vandaag filmen we de Hold scene. Dus hier wordt Mikey, ja, hoe moet ik het zeggen, gemarteld door Ryan. Vandaag is de dag dat ik dood ga, maar vandaag gaat Mikey eraan, ja. Het is mooi geweest met die jongen. Ik heb het om me gehad. Ik heb hem daar in de hol gestuurd en nou gaat hij toch echt, moet je echt aan gaan geloven. Hier hebben we een coolbox vol met duiven. Dus voor de middag gaan we eten. Oh Ryan, come on! God damn it! Fuck! Ja, waar overigens daar ook nog iemand door het dak heen is gevallen, waar we denken van, oh what the fuck gebeurt hier nou? Yo. Ja, Jarno, jongen. Oh, wat de hel, ja. Jarno doet zijn eigen stunt. Yeah. Sowieso. Dit is echt gewoon, het was misschien jouw dood geweest. Hè? Ja, klopt. Door het dak gezakt. Het licht afgeblokt. En dan moest er dus afgehaald worden. Dus ik was op het dak geklommen om die stenen en de doeken eraf te halen. Lekker. En zoals je kan zien was het dak iets minder stabiel dan ik dacht. Dus toen was ik in één keer hier beneden. Nou ja, goed. Zo zijn er van die dingen allemaal voorgevallen. Poeh, dat is echt... Maar wel altijd met een lachertje. Dat is wel allemaal goed afgelopen. Op een gegeven moment hadden we ook een locatie bij de Keizer in Gemert. Wat dat betreft echt super fijn dat we daar terecht kunnen. We mochten gewoon gebruik maken van een zaal achter die gewoon, ja, leek gewoon de binnenkant van de Titanic, leek het wel. Ja, snap je? Zo'n okay. Restaurant in de Titanic. Perfect. Kijk, en daar hebben we met die locaties wel mooi voor elkaar. En daar zijn we nogmaals zo dankbaar voor dat we daar konden filmen. Ja, daar is wel heel mooi om aan te geven, want daar hebben we dus een heel wijd zogenaamd master shot gedraaid. Dat betekent gewoon een wijd shot van het restaurant. Vooral die shots kosten heel veel tijd, omdat art, geluid, make-up, licht, daar gewoon heel veel tijd mee bezig zijn. Omdat er een hele grote ruimte is en er heel veel detail is. Dan zijn we volgens mij een uur, anderhalf, twee uur bezig om dat shot helemaal aan te kleden. En daarin... Als het verhaal maar overkomt, dat is gewoon het belangrijkste. Ja, dat is het belangrijkste. De liquor store, dus dat is eigenlijk de drankwinkel. Super heftig scène. We moeten vandaag alles op zien te krijgen. De stress level, daar. Where's the rest of the money? We don't have anything. People don't pay with cash anymore. Are you fucking kidding me? Jesus fucking Christ! You leave one, leave one wallets, man. I want wallets. Come on, come on, Joe. Come on, wallets. Je moet het zo zien, we hebben onze productie hebben in twee opgedeeld. Dus eerst hebben we ongeveer een 11, 12 draaidagen gehad. En vervolgens hadden we een maand later hadden we een 4, 5 draaidagen. En
De reden dat we dat gedaan hebben is puur omdat we dachten van al die draaidagen bij elkaar is gewoon te veel. Dan zijn mensen zijn zo gesloopt en op een gegeven moment kunnen we dan niet meer focussen. Dus dat komt gewoon nadelig uit voor de productie. Bovendien merkten we ook gewoon qua cast, we hadden nog voor de vaderrol en voor de moederrol hadden we nog niet, snap je, de cast compleet. En dat kwam mede door de tijdsdruk, maar ook gewoon, snap je, je wil gewoon dat bepaalde rollen gewoon goed vertolkt worden, snap je? Dus je neemt niet zomaar genoegen met, snap je, een acteur waar je eigenlijk niet tevreden mee bent. Sarah, die hadden we wel, daar hadden we twee hele goede kandidaten. Jerome, please. Alleen voor de Frank rol, we wisten uiteindelijk dat Frank de grote bad guy van deze film gaat zijn. Helemaal niet Ryan, die maffiabaas, whatever. Nee, de vader van Jerome. De vader van Jerome is eigenlijk in het begin van de film een beetje de joker van de film. Een hele goede kandidaat voor Frank. Ik weet wel dat we eerst persoon hem al aan hadden, maar dat is een Nederlander. Alleen die andere gast, die was zo, het is ook een Amerikaan. Dat betekent dus sowieso dat de dialoog er nog wat strakker uitkomt en hij was gewoon een geweldig goede acteur. Je flushed it. Flushed it. Oh, back off, boy. Nogmaals, wij komen uit een manier van werken met een hoop duct tape en allemaal andere rare dingen. Duct tape, touw, tie grips. Ja, al dat soort dingen. En dat is ook niet bepaald standaard. En zo is ook de manier, bijvoorbeeld qua cameravoering, de manier hoe dat wij dat doen, is ook niet bepaald standaard. En best wel on the edge. En ja, bijvoorbeeld met jouw oogsbordje. Ja, ja, precies. Je wil op een gegeven moment een heel mooi smooth shot maken en dan, snap je, we hebben geen tijd om de steadicam op te bouwen, hoewel we dat graag zouden willen, maar daar hebben we geen tijd voor. Dus jij draait het gewoon uit de hand. Ja. En oogsbordje erbij. Ja, precies. Ja. En dat zijn van die dingen. Ik weet nog wel dat er ook dan gezegd wordt van ja, dit, zelfs zeggen nee, dit gaan we gewoon niet doen. En dan zeg ik, dat op een gegeven moment ben je al verder in de productie en dan zeg je van jawel, dit gaan we dus wel doen. Want je weet gewoon zelf, we weten zelf wat we kunnen en daar zijn we van overtuigd. En dan is het vaak toch wel je eigen wil doorpushen en een beetje eigenwijs zijn, dat werkt uiteindelijk gewoon. En zo hebben we leren van elkaar en dat was leuk.